plek is in die mate bijzonder, omdat ja, het ongeluk had niet hoeven te gebeuren als de automobilist niet nalatig was geweest. En in onze ogen heeft hij lopen bellen of iets anders. En als je op de locatie die een stukje hogerop wat ongeluk gebeurd is gaat staan, dan vraag je ook af, hoe kan het dat meneer beweert dat hij mijn zoon niet heeft gezien? Hoe frustrerend is die constatering dat u daardoor eigenlijk uw zoon bent verloren? Ja, heel erg frustrerend. Ik bedoel, het is natuurlijk een split second, maar de mensen zijn zo met hun gedachten afgeleid op het verkeer. Ze vinden zichzelf zo, laat ik het zeggen, belangrijk dat ze elk gesprekje of appje of noem maar op ook moeten beantwoorden. Dat ze niet eens de moeite nemen om eventjes de wagen aan de kant te gaan zetten, terwijl het op dat moment een dodelijk wapen wordt. Hoe meer handhaven er gebeurt in het verkeer en met andere delicten, hoe voorzichtiger mensen worden om die overtreding te begaan. Want je begaat gewoon een overtreding wat andere mensen het leven kan kosten. En de mensen, de dierbaren van degene die is overleden, die hebben levenslang gekregen.